Goedemorgen, het is zaterdag en vandaag sta ik in het theater in Harderwijk. Ik ben wakker, het is 9:50, ik heb lekker even uitgeslapen een beetje. Ja, even de katten eten geven, ik moet om 2 uur in het theater zijn. Dan is Iraisje ook om op te maken. En tot die tijd ga ik even mijn spullen pakken. Ik ga mijn teksten nog even een keer goed doornemen. Katten moeten eten. Ja, het is wat dat betreft gewoon een zaterdagochtend. Alleen vertrek ik rond 12 uur zoiets. Kort over 12, 12:30. Ja, het is 1,5 uur rijden ongeveer naar Harderwijk. Ik ga de plant water geven. Zie je, die blaadjes zijn niet allemaal optimaal. En ik heb het idee dat dat metertje het niet meer doet. Want hij staat altijd op goed. Soort van. Maar, oh, hij groeit nu wel. Oh, heb ik te veel gegeven? Nou ja, hij staat nu goed. Maar kijk, zie deze. En deze en deze. Oh, arme plant. Je kan het, met de zon. Deze gaat wel goed. Deze die doet het prima. Terwijl deze meer zon nodig heeft. Het is denk ik gewoon meer de locatie van waar de plant stond. Kijk, deze staat gewoon hier en die andere stond daar natuurlijk. Misschien dat het in de zon... Ja, het is gewoon ook heel grauw weer. Dus ja, er komt wel zonlicht in, maar niet zoveel. En dit is sowieso een vrij donker hoekje. Ons soort van bioshoekje. Ik heb net gedoucht, ik heb mijn haar gewassen. Vandaag gaat Iraisje me weer mooi maken. Yay, mijn haar, make-up. Oh. Ik heb dit aangetrokken, mijn comfy vest die ik een tijdje terug bij de Zara kocht. Volgens mij, ja. En dan dit shirt, ook van de Zara. En dan mijn fluwelen legging. Dit is wat ik aantrek naar het theater. Fofie's broer, Steve, die was gisteren jarig. En we gaan naar hem toe. Want hij woont in de buurt, hij woont in Barneveld. En dat is dus in de buurt van waar ik vandaag mijn show heb. Dus ja, kijk heel even of ik dan weer omkleed naar dit. Of dat ik dan mijn theateroutfit aanhoud. Ik weet niet wel precies wat we gaan doen. Maar ik dacht, als ik nu onesie aantrek, is wel heel heftig, zeg maar. Mochten we doorgaan en gelijk bijvoorbeeld naar het strand gaan of zo. Maar ik weet het even niet zeker wat de planning is. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb in ieder geval dit aan. Altijd handig. Ik moet zeg maar altijd iets aan wat als ik dan opgemaakt word, dat ik het makkelijk uit kan doen. Om vervolgens mijn outfit aan te trekken zonder dat dit helemaal make-up weghaalt. En ontbijt. 3 crackers of rijstwafels met hummus en dille. Water, moet ik even bijvullen. Ik heb heel even nog de vlog van morgen afgemaakt. Ik ga nu live. Ik heb een klein beetje hoofdpijn, maar ik heb al wat ingenomen. Dat is echt het ergste als ik een show heb en ik voel hoofdpijn opkomen. Nee, want ik heb dan zeg maar mijn show, daar moet ik echt maar alles geven. En dan daarna heb ik mijn meet and greet en dat is natuurlijk ook super leuk. En je staat wel zeg maar aan een paar uur en met hoofdpijn is dat echt, oh, killing. Maar gelukkig kan ik gewoon iets innemen en dat helpt wel. Want gelukkig is geen migraine. Oh, dat zou echt, als dat ooit gebeurt... Ik weet dan niet wat ik zou doen. Ik weet niet. Nee, ik weet het niet. Laat het gewoon doen alsof dat gaat. Hoe doen grote artiesten dat? Stel je voor dat voor hetzelfde geld had Drake wel een migraine aanval op het moment dat hij zijn concert zou moeten geven of zo. Ik bedoel, hoe dan? Ja, hoe dan? Welke schoenen zal ik eens aan doen? Ik dacht naar deze. Oké, het is 11:50. Ik ga heel veel lunch maken. Ik ga denk ik even een stevige lunch maken met aardappel, groente, vega kip. Lekker snel te maken. Done. Yes, lunch. Yum, yum. Oké, we hebben net gegeten. Oh, we voelen ons allebei een beetje... Oh, zeg maar, het raam was dicht vannacht. We hebben het raam open in de slaapkamer. Ik denk dat het daardoor komt. Geen frisse lucht of zo. Allebei een beetje... hoofdpijnerig en zo. Maar goed, komt goed. Komt goed. Nu rijden naar Harderwijk. Oké, ik heb net ook even wat koffie gedronken. Ik denk... dat het op zich wel beter gaat. Rijden, teksten oefenen en showtje geven. Yeah. Harderwijk. We zijn er. Fofje dropt mij hier. Ga daar naar zijn broer, omdat hij aardig is. Dan haalt hij me op en dan ga ik ook naar zijn broer. Kijk hier naar rechts. Oh, ik moet zo nodig naar de wc. Ik ben er. Ik ben Theater Harderwijk. En het is super grappig. Het is namelijk een school ook. Het is zeg maar in een school. Waar ben ik? Kijk naar al die deuren. Ik weet niet meer hoe ik ben gekomen. Volgens mij hier. Nee, dat moet een nooduitgang zijn. Oeh, dit is de chill area blijkbaar.
Het is heel leuk. Alle theaters hebben altijd een soort van chill green room-achtig iets. En dan naar boven, denk ik. Ik denk dat je zo on stage gaat. Kijk mijn haar, het is geprept. Het is nu al zo mooi. Gewoon te prepareren zo. Hoe pretty. Ik ben blij dat het weer bruin is. Wij zijn bezig met make-up. Glow zit er nu op. Alleen de glow. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi. Trouwens, Ira, je outfit of the day? Oh, ik? Ja, vertel. Weekday. En deze is vintage levi's. Natuurlijk vintage. Way back sale van Zara. Oké. Hel, wat is jouw... Oh nee, Hel, wat is jouw outfit of the day? Nou, ik heb een heel leuk blouseje van mijn favoriete winkeltje uit de Kalfstraat. Ik weet niet eens meer hoe die heet. Strafdeus, weet ik veel. Dat ken ik niet. En een mooi zwarte broekje waar ik heel dol ben. En mijn kleine Gucci schoentjes. Oh, cute. Wij zijn aan het soundchecken. Kijk, de balloons zijn er weer. Even oefenen voor de selfie. Oh, ik doe net dit. Oh. Hey, Dutch, oh, dankjewel Ina. Ik ben zo blij mee. Ah, kijk, mijn kortslip is ook weggewerkt. Een beetje. Ja, ik heb wel weer water over me heen gegooid net. Wij zijn klaar. Het was echt super leuk. Meet and greet was ook echt heel erg leuk. En iedereen was super lief. En ja, het is ook heel gek. Want normaal zijn we s'avonds laat klaar. 11 uur, 12 uur, zoiets. En nu is het gewoon 6 uur. En crazy. Maar het was echt super leuk. Dus dankjewel iedereen die is gekomen. Dit vind ik nou echt een prachtige kleurcombinatie. Deze groen en deze roze. Fofje, opgehaald. Hoi. Yes. Yay. En naar Steve. Bunny. Oh. Kom eens. Ja. Kom eentje. Oh, dat staartje. Die is zo cute. Die is zo cute. Kom eentje. Goed zo. Goed zo. Nou, komt ietsje dichter bij de camera. Ja. Wat goed. Goed poseren. Echt een plaatje. Wij zijn thuis en we gaan slapen. Ik ga mijn haar weer wassen. Ja, ik had vanochtend gewassen, maar ik moet morgen toch weer wassen voor de show van morgen. Maybe it's so pretty. Maar ik zie het gewoon. Ik zie dat het moet door de vorm en zo. Goed, wij gaan slapen. Wel tussen. Bedankt voor het kijken. Het was echt super, super leuk vandaag. Ik wil iedereen bedanken die erbij was. Echt. Mega naar mijn zin gehad. Ik Harderwijk was echt gek. En iedereen deed zo leuk mee. Dat was echt zo cute. Dankjewel iedereen. En morgen lekker naar Rotterdam. Yay. Zin in. Welterusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei.